Ja, vrienden, het blijft toch gewoon een heel lastig onderwerp. Ja, het onderwerp, de coronavirus, of hoe heet dat ding? De nieuwe variatie uit Zuid-Afrika. Ik weet het ook allemaal niet meer, hoor. Ik weet één ding weet ik wel. Zo'n beetje, zo langzamerhand, en dan wil ik ook niet... Want ja, daar ben ik ook zo bang voor dan. Eerlijk is eerlijk. Ik wil ook niet de wise guy uithangen. En ik wil ook niet zo van... Ja, maar en zie je wel. En kijk eens hoe hier... En dat wil ik ook allemaal niet. Maar goed, jullie weten... Ja, ik zit hier in Spanje. En ik kan het dus aardig vergelijken. Zeg maar Spanje met Nederland. Ja, en dan... Ja, eerlijk is eerlijk, dan ziet het er toch even wat anders uit. Dan is het toch een beetje... Dat, ja, kijk, ja, hier in Spanje hebben ze gewoon al die tijd... Wij hebben hier geen problemen met 5 uur. En we hebben hier geen problemen met allerlei dingen die niet doorgaan. En restaurants dicht en weet ik veel wat. En cafés, alles is hier, alles gaat hier gewoon door. Alles, het hele leven is hier gewoon aan de gang, vrienden. En dat heeft te maken met, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat heeft te maken met 2 dingen. Dat heeft te maken met, ja, de overheid. De overheid hier in Spanje, die hebben het gewoon vanaf begin af aan heel verstandig aangepakt. En hebben gewoon hele duidelijke lijnen uitgezet. Ja, en zo is dat gegaan. En dan heb je als 2e factor de medewerking van de Spanjaarden zelf. De Spanjaarden zelf hebben ook het idee van, oh jee... We zitten in een hele moeilijke periode, dus laten we allemaal even meedoen. Dus die houden zich allemaal keurig aan de maatregelen. En de mondkapjes op scholen, en de mondkapjes in de winkels. En iedereen laat zich zoveel mogelijk vaccineren. En noem het allemaal maar op. Dat is gewoon de sfeer hier. Maar los daarvan, kijk... Als je nou vanuit Nederland kijk je naar Spanje en dan denk je, nou, de Spanje, dat is een beetje, weet je wel, ja, Zuid-Europese onzin. Maar hier in Spanje hebben ze alles heel erg goed voor elkaar. Hier hebben ze al lang militairen aan het werk om te vaccineren, het boosteren, om maar even wat te noemen, is hier natuurlijk al lang volop aan de gang. Ja, er wordt hier prik, 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 iedereen. Dat gaat maar door hier. En dat is dan weer Spanje. Nederland is gewoon... En dat is de conclusie van dit hele verhaal. Los van dat de Nederlanders zich niet allemaal aan de maatregelen houden. En dat het kabinet ook geen strakke lijnen uitzet. Is het gewoon zo, vrienden. En dat moeten we toch maar onder ogen durven zien. Nederland is een heel slecht georganiseerd land. En dat zie je nu weer met die boosterprikken. Want, dus constant is er paniek in het land. Elke keer als er weer gevaccineerd moet worden, dan doet Nederland niet mee. En lopen ze achter, staan ze helemaal achteraan in de rij. Dat is het gewoon. En ik moet je gewoon eerlijk zeggen, dat irriteert mij gewoon. En waarom? Omdat ik Nederlander ben.